De verborgen geschiedenis van antikoloniaal en linksactivisme in Suriname en Nederland. Dat was het thema van de lezing, georganiseerd door het Nationaal Archief Suriname en de Anton de Kom Universiteit. Deze lezing met discussie is gisteren verzorgd door Jessica de Bruy en Mitchell Isaias van de Black Archives. Het gaat in deze om de verborgen geschiedenis van Hermina en Otto Huiswoud. Isaias gaf aan dat zij Black Archives hebben opgericht omdat zij vonden dat in Nederland te weinig aandacht werd besteed aan de Surinaamse en Caribische geschiedenis. Ergens in 2015 werden we benaderd door twee jongens, Jemmo en Miguel, die zijn hier. Jemmo en Miguel Helbler zijn de zoons van Waldo Helbler. Waldo is geboren in Suriname, maar werd uiteindelijk een socioloog in Amsterdam, de Universiteit van Amsterdam, die onderzoek deed naar het Surinaamse verleden, slavernij en kolonialisme, en vooral hoe die geschiedenis werd beschreven. Helaas is Waldo overleden in 2009. En zijn zoons hebben toen een hele grote collectie boeken als erfenis gekregen. Een stuk of 5000 boeken had hij nagelaten. En ze hadden die boeken heel lang op zolder staan in dozen. We deden er heel veel mee. Dus na verloop van tijd dachten we, hey, laten we iets met die dozen doen. Onze vader had meer gewild. Dus uiteindelijk hebben ze de helft van die collectie naar Suriname gestuurd. Het staat heel mooi. Bij de Anton de Kom Universiteit hebben we een rondleiding gehad van mevrouw James Smith. En de andere helft hebben ze uiteindelijk met ons gedeeld. Dus wij zijn toen in een heel klein kamertje in Amsterdam-Noord begonnen. Je ziet hier wat foto's. We hebben wat goedkope kasten gekocht bij de IKEA. En de boeken erin gegooid. En dat noemden wij onze bibliotheek en nu een café. Waar mensen eindelijk wat informatie, wat boeken, wat literatuur konden vinden over Surinaamse geschiedenis, Afrikaanse geschiedenis, etc. Isaias gaf verder aan dat in Nederland fondsen beschikbaar zijn voor cultuur en kunst, maar niet als het gaat om de kritische of koloniale Surinaamse geschiedenis. Met behulp van 700 donateurs hebben ze via crowdfunding een aardig bedrag kunnen ophalen voor het opzetten van de Black Archives, oftewel de zwarte archieven. Jessica de Bruy vertelde meer over het Surinaams-Guyanese echtpaar Huiswoud dat de hele wereld over heeft gereisd voor de strijd tegen kolonialisme en economische ongelijkheid. Zij ontmoetten elkaar in 1922 in Haarlem. De Bruy concentreert zich meer op het leven van Hermina Alicia Dumont Huiswoud. En gauw werd ze al ietsje politiek actiever. Ik zou niet zeggen misschien politiek, als ik wel politiek bewust ben. Ze werd ook lid van de American Negro Labor Congress. Dat is zeg maar een afdeling van de communistische partij waar zij dus Afro-Amerikanen, mensen van Afrikaanse afkomst gingen recruteren voor de cause, voor de Black cause en voor de communistische partij. Het is een romantisch moment, want op een gegeven moment ging Otto, die ging dus voor zijn werk naar Chicago. Hij was eerst eigenlijk met een andere activiste, Anne Levet, maar het liep stuk. Hij heeft dus beloofd aan Hermina, voordat hij vertrok naar Chicago, om met haar te trouwen. En toen heeft ze dus inderdaad enkele maanden gewacht. En uiteindelijk zijn ze in het najaar van 1926 getrouwd in de Bronx samen met andere zwarte communisten. Al gauw werd ze meer actiever en meer bewuster. Dus ze werd ook lid van de Young Workers League. Het is heel simpel, het is eigenlijk de jongere afdeling van de Amerikaanse Communistische Partij. En ze werd ook lid van de Harlem Tenants League. In de tijden van Harlem gingen ook de huurprijzen heel snel omhoog. En daaromheen werd dus georganiseerd. En natuurlijk heel belangrijk, heel evident, ze werd natuurlijk ook dus, lid van de Communistische Partij van de VS in 1928, dus 2 jaar later nadat ze zijn getrouwd. Hermina Huiswoud zag communisme als de weg naar vrijheid, gelijkheid en onafhankelijkheid voor mensen van zwarte afkomst. Zij heeft verschillende boeken geschreven onder verschillende namen. Huiswoud is een van de voorlopers van het wegwerken van genderongelijkheid, omdat ze de rol van vooral de zwarte vrouw zichtbaar heeft gemaakt.
Aldus Jessica Dabreu van Black Archives, gisteren bij de lezing De Verborgen Geschiedenis van Antikoloniaal en Linksactivisme in Suriname en Nederland.